Hallo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben mij nu aan het haasten voor richting het ziekenhuis te gaan. En waar jullie nu op liggen, dat is ja, in een wasmand. En nu krijg ik nog meer stoor. Ik pak jullie mee. Wopsatri. En dan naar onder met de trap. Deur open. Deur toe. Ja. Dan ga ik kijken in de brievenbus. Als ik post heb. Nee, ik heb geen post, alleen maar reclame. Dat is ook goed. Allee, dameke. Want ik moet er wat opschieten. Voor dat ziekenhuis te gaan. Dat is ook nog toe. Voilà. Auw. Mijn kop gestoten. Ook nog goed bezig, Dimitri. En nu maar. Go, go, go. Vertrekken. Ja. Voilà, ik zit al in mijn boeleke. Dan. Ik heb ook mondmaskers bij, hè. Voilà, bij deze. Ik ga heel snel vertrekken. Want het is al 10 na. Kijken. Nog wel. Dat is maar 10 minuten rijden en er is nog iets open. Ja, dat was mijn deur. Mijn deur was nog open. Oeps, kan gebeuren. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, yo, yo. Ja, het was even zoeken naar een parking, maar wie zoekt, die vindt. Ik ben nu wel heel snel naar de Jesse ziekenhuis. Omwille van ik heb nog maar 4 minuten voor mijn afspraak. Maar ja, als je geen plaats vindt, kun je ook moeilijk. Ik ben aan het kijken hoe de belichting is. Zo, ja, zo is beter. Dus parking zoeken hier in Hasselt is een van de moeilijkste punten. Dat geef ik eerlijk toe. Dus ja, gratis parking. Ik sta nu op een gratis parking. Maar het is wel een heel stukje wandelen. Naar de Vieste ziekenhuis. En daar zie ik een John Deere. Wauw, wat een John Deere. Pwaah, wat een John Deere. Ja, 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 ja. I love John Deere. Van wie zal ik dat wel niet hebben, hè mensen? Van wie zal ik dat niet wel niet hebben? Ah. Dan heb je hier ook voor muziek. Beelden en audio, visuele kunsten, muziek, theater en dans. Oh, oh. Dat is veel. Dus, ja. Want er is ook nog binnenkort een... fotografie, computerbeurs. Nee, fotografie en computerbeurs. 4 oktober, Hasselt Expo, Grenslandhallen. Oké, dan. Dan gaan we dat doen. Voilà, bij deze. Allee, ik ga zo doen. Doorwandelen, doorzetten. Go, go, go. Ik ben hier in het Jesse ziekenhuis op tijd aangekomen. Ik denk netjes 4 minuten iets te laat. Maakt niet uit.
Het is omwille van de parkeerplaats dat het hier zo'n probleem is. Maar 4 minuten vind ik nog niet zo erg. Ik moet nu de paarse perlen volgen. Dus de paarse perlen. Dus dan ga ik dat doen. Ik ga nu heel stil zijn hier in het ziekenhuis. Dus ik zie u allemaal zelfs. Zo mensen, ik ben terug buiten bij het ziekenhuis. En je ziet hier in een wit netje. Ik ben dus wat bekabeld. Ja. Moet kennen. Een bekabeling. Van hier tot in Tokio. Ah, hier mogen dus ook taxis door, blijkbaar. Ik zal mijn pet eens afnemen. Zie dus. Ja, mensen. Ik ben nog niet vanaf en ik kan niet te goed naar die kant kijken omwille van de bekabelingen. Dus ik moet wel. Oh, dat gaat de appetant zijn om te rijden. Wow. Een bus. Dus ja, ik ben nu in een computerhoofd. Zijn jullie nu wel overtuigd dat er iets scheelt met mij? Ah, dank u. Want ik doe dat niet voor het plezier, hè, mensen. Dat doe ik echt niet voor het plezier. Nee. Ik ben blij dat ik zo'n beetje naar mijn schatje kan gaan. Oh yeah. I love you, schatje. I love you. Maar ja, die heeft een ganse dag dagbesteding. Ja. Ik ga nu eens naar mijn moeke toe, om mijn moeke dat ook eens te laten zien. Oh my god. Die gaat verschieten. Die gaat echt verschieten hoeveel kabels dat er aan mij hangen. Ik ben een echte kabelman geworden. En nu op terug naar mijn wagen en achter het cultureel centrum van Hasselt. Want daar heb ik mij geparkeerd, omdat dat het daar gratis is. Maar ik heb het gehaald. Woehoe, ik heb het gehaald. Ja, ik heb het gehaald. Ja, ja. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, onderweg. Nu dus even naar mijn moeke toe om het te laten zien. Echt waar. Als ik dus nu zo naar mijn eigen kijk. Oh, hoe zie ik er toch uit. Oh my god. Dus als ik ook ga eten of zo, dan moet ik dat allemaal opschrijven. En dan, ja, dan moet ik dat ook doorgeven. Zo gelijk, wanneer dat ik ga eten, om hoe laat dat was, noem maar op. Dan moet ik allemaal bijhouden. Oké, dan doen we dat. Hè. En dan ga ik zobiet ook al mijn schatje waarschuwen dat ik ook al buiten ben. En Hazelcam is dus ook al opgeruimd. Amai, dat gaat zo snel. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. En ja, je ziet het, de was ligt er ook al. Dus ik ga zelfs ook nog langs mijn ouders om mijn eten uit te halen. Maar eerst ga ik dit eens even laten zien. Goed, tot zelfs. Zo, ik ben nu onderweg terug naar Bea toe. Voor naar haar mama te brengen. En dan ga ik terug richting mijn ouders thuis. En ik sta nu bij een overweg. Want er is een trein. De overweg is gesloten en jullie horen het ook. Mijn motor staat ook volledig, maar ook echt volledig uit. Ik denk dat hem van Genk gaat komen. Ja. Oh, dat is ook nog een hele oude trein. En er staat al redelijk veel volk al aan te schuiven voor over te steken op de overweg. Ik ben eens benieuwd wat de reactie gaat zijn van mijn schatje als hij mij zo ziet. Ben ik eens benieuwd naar. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yes, mensen. Hi. En hoe vind je mijn kapje? Raar. Dat dacht ik al. Maar ik snap wel dat je dat moet doen. Dat is voor je eigen gezondheid. Ja, dat klopt. En nu nog hier uitgeraken, dat kan ik perfect. Voilà. Oké.
Ja, het is een heel raar zicht, mensen. Geen vissers? Nee. Ja, het is gesloten, mijn autodeur. Oké, okay, dus mensen die hebben het goed, ik moet het even onthouden. Oké. Okay. Anders kijk ik het weer vergeten, dan heb ik weer geen fragment. Ja, dat is wel waar. Dus dat ben ik niet leuk. Ik moet dat gewoon houden, dus daar moet ik je hulp nodig. Ah, oké. Okay. En nu ga ik stoppen met filmen. Ik zie jullie allemaal straks. Hallo kijkers en welkom nog eens op een stukje vlog. Ja, ik ben nu bij Johan aangekomen om mijn dimlichten af te stellen. En ja, ik heb nog altijd dat machineke rond mij. Ik ga dit een klein beetje naar onder doen. Voilà. Ja, ik moet daar ook mee gaan slapen, dus ik kan jammer genoeg mijn t-shirt niet uitdoen. Dus die moet ik sowieso tot morgen aanhouden, tot na het ziekenhuisbezoek. Dan moet ik terug, dan ga ik gewoon terug naar mijn thuis toe. En dan doe ik zuiver t-shirt terug aan. En dan kan ik ook eindelijk mee douchen. Ik ga sowieso mee douchen. Omwille van al dat plaksel wat hier nu op zit op mijn haar. En al dat wil ik er wel uit hebben gewassen. Echt waar. En ik zeg het hier ook nog. Dat begint hier zo wat te trekken en al. Omwille dat die lijm ook aan het opdrogen is. En ook nog ondertussen tijd ben ik ook bij mijn ouders terechtgekomen voor mijn spaghetti gaan te halen. Ik ben ook dus bij Moeke terecht geweest om dit ook te laten zien. En ik denk dat er al een volgende gearriveerd is. Ja. En hoe moet ik het zeggen? Dus bij Moeke heb ik dat ook laten zien. En ze was vooral ook een beetje verschrokken. Daar was ook mijn papa ook al aanwezig. Dus die heeft dat ook al gezien. Daarna ben ik dus mijn eten gaan... dan ben ik eerst haar gaan ophalen, Bea, mijn schatje. En dan zijn we zo doorgereden, eerst naar mijn mama toe, voor mijn spaghetti gaan op te halen. En dan zijn we dan rechtstreeks doorgereden naar haar mama thuis toe, voor daar dan de spaghetti op te eten. Zij heeft, ik weet niet meer wat ze juist heeft gekregen. Quiche gekregen. En dan ja, zijn we hier nu terechtgekomen bij Johan, want ik ga het jullie ook nog eens laten zien. Even erbij nemen, mensen. De kleur rood. Wat scheelt er nog aan mijn auto? Dat zijn mijn dimlichten. Dus nu ben ik ook zo aan het denken van, voor 9 oktober moet ik dus terug naar de keuring gaan. Morgen moet ik... terug naar het ziekenhuis gaan. Ga ik voordat ik naar het ziekenhuis ga nog gewoon naar de autokeuring als het juist open gaat? Of ga ik erna of ga ik een dag later naar de autokeuring? Daar ben ik nog zowat hier ook nog aan het denken van hoe ga ik dat in elkaar nog puzzelen. Omwille van de autokeuring is maar morgen open maar tot 5 uur. Ik weet ook niet hoe lang dit allemaal nog gaat duren vooral dat ze dat allemaal gaan afnemen. Maar voor de rest gaat het sava bij mij. Alleen, ja, wat afzien, hè. Dus mensen, nu zien jullie het ook zelf. Het is niet gespeeld, geen komedie. Ik heb letterlijk echt iets aan de hand. Waar jullie denken van op de chat van, oh, nu gaat Psycho weer wegvallen, dit, dat. Want dat is ook op de chat gezegd geweest. Ik vind dat niet kunnen. Omwille van, ik zit te suggelen met een ziekte. En ik wil ook weten wat voor ziekte dat ik ook heb bij deze. Daarom die onderzoeken. Op 7 oktober moet ik ook nog een keer teruggaan naar het ziekenhuis toe. Voor het laatste onderzoek en de laatste afspraak. Hoop ik en dat ze dan wel iets zijn te weten gekomen. Maar ik hoop dat ik straks wel goed kan gaan slapen. Want ik moet deze keer, ja, ik slaap heel graag op mijn zij. Deze keer moet ik op mijn rug gaan slapen. Als ik maar niet in mijn slaap op mijn zij ga liggen. Daar heb ik nu het meeste bang voor. Dat je
zelf dan niet aan denkt. Je ligt te slapen, je zit zo in een diepe slaap en je legt je dan in één keer om. Daar heb ik zo schrik voor dat dat kan ook nog kan gaan gebeuren. Dat dan misschien nog een paar kabeltjes los kunnen schieten. En daar heb ik het meeste schrik voor. Want die moeten echt 24 uur gemonitord worden. Bij deze. Ik zie jullie allemaal... Nee. Weet je wat? Ik ben nog zo aan het denken. Als er nog iets extra's komt in mijn vlog, dan hebben jullie een lekkere extra boost op mijn vlog. Dus dan komt dat erna. Maar ik wil mijn vlog hierbij nu ook al gaan beëindigen. Want het is bijna 7 uur. Ik ben hier nu bij Johan en om 8 uur begint familie. Dus dan gaan we ook naar familie kijken en nog naar Enzo Knol. Want die is ook blijkbaar in het ziekenhuis beland. Maar die is terug thuis. Die is niet gestorven. Want dat was op de chat ook gezegd geweest dat hem eens heen is gegaan. En dat is niet waar, want ik heb opsporingswerk gedaan. En hij was blijkbaar gewoon thuis. Thuis uit aan het zieken. Dus die heeft een verkeerde sprong gemaakt van een hoge duikplank. Verkeerd terechtgekomen. En dan is hem zo in het ziekenhuis beland. Bij deze. Dan weten jullie dat ook. Hier staat de Cycle TV nieuws. Oké, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet niet op het belletje te drukken. Ze moest lachen. Allee, mensen, tot morgen. Zo, hier staat mijn boeletje staat weer op de hangbrug. Mijn dimlichten gaan s'avonds dus afgesteld worden. En dan kan ik nog eens terug naar de keuring gaan. Mooi beste mensen, welkom nog bij een extra stukje vlog. Ik ga de vlogs dus tijdelijk terug moeten overnemen. Tijdelijk, tot Boef terug erbij wilt insteken als hij nog wilt. Bij deze neem ik het dan ook heel eventjes over. Dus bij deze gaat ook de geruchtenmolen dus moeten stoppen voordat Psycho TV gaat stoppen. Ik wil niet stoppen, omwille van dit is nu mijn levenswerk aan het worden en ik ben daar ook heel blij mee. En als ik er nu echt mee ga stoppen, is het echt een heel stom idee. Omwille van, ik heb daar nu al zo veel jaren al ingestoken in mijn YouTube kanaal. Dan ga ik toch niet stoppen. Echt niet. Want het is nu heel goed aan het gaan. Ik heb redelijk wel veel video's, playlisten, noem maar op mijn YouTube kanaal staan. En die wil ik wel niet allemaal kwijt gaan spelen. Ook mijn abonnees, daar ben ik echt ook heel trots op. Hoeveel dat ik al heb kunnen bereiken in mijn leven. Dankjewel daarvoor. Chapeau. Ik ben er echt heel trots op. Ook mijn superfans die elke dag zitten te chatten op Discord. Ik noem maar op Boef, Shift Happens, Gilius, Stijn, BRNT, Tamara. Noem maar op. Dus ik ben er echt ook heel trots op dat het allemaal zo goed nog altijd aan het lopen is. En ja, waarom zal ik dan stoppen? Ja, ik kan niet goede gezichten nu trekken, omwille van dat hier alles ook zo zit wat te trekken en al. En ik vind dat een klein beetje wel lappetant. Dus bij deze zijn jullie dan ook weer al op de hoogte watten. Ik zie toch niks? Ik ben even aan het kijken waar mijn schatje aan het laten zien. Misschien de politie eens bellen hierover. Ja. Jullie dreven het echt ook al heel ver. En alsjeblieft. Hou het ook deftig op Discord. Ga geen dingen meer blijven zoeken van. Of van na 22 uur kan ik geen livestream doen. Wat gaat die doen? Ah, oké. Toch al. Ja, die gaat naar de autostrade. Die auto. Die, voilà.
Dus ik ga echt, maar ook echt niet stoppen. En mijn dimlichten zijn terug herafgesteld, dus dat is ook in orde. Dat wil ik ook nog even in de vlog gaan meegooien. En wat ik ook nog in de vlog wil meegooien, wat nu ook mijn schat ook nog mee kan luisteren, is: ik hou zielsveel van jou. Ik ook van jou. Dankjewel. En dan nog één ding, iets ook op Discord. Ik hoop ook dat de Russoa terugkeert ook voor richting de moderatoren. Dan bedoel ik ook richting Tamara. Valt Tamara niet telkens keer aan, alstublieft. Zij is een goeie meisje en ik wil haar ook niet verliezen als moderator. Dank u. En voor de rest heb ik niet meer veel te vertellen. Maar ik ben wel blij dat ik weer een klein stuk toevoeging heb kunnen doen. In mijn vlog. Ja, ik ben hier geprobeerd een visser voorbij te steken, maar die rijdt bijna tegen 30 per uur. Jammer. Wat een jammer? Dat ik weer thuis ben. Ja, ik weet het, schatje. Dus bij deze, ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Dus denk eraan, de vlogs stoppen niet. Dus ik pak het even tijdelijk over. Van boef tot boef, het echt terug. Er wil erin vliegen. Ik heb jou heel graag hoor, boef. Bij deze, nogmaals, boef, je zit een topper. Dankjewel. Tot morgen. Joe.